Goedemorgen iedereen, super dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loran en ik ben hier de ochtend gestart met al met een ontbijtje. En nu heb ik hier tandpasta en een tandenborstel, een oude tandenborstel gepakt. Ik heb mijn schoenen in koud water gezet, want blijkbaar is dat de manier om trailrunningschoenen te kuisen. En dat ga ik nu ook even doen. En mijn gewone schoenen wil ik ook even kuisen. Dus we gaan dat even proper maken en terug zorgen dat dat toch een beetje wit wordt. Voor als ik op skireis ga, want dan ga ik mijn trailrunningschoenen meenemen. Want ik vond er zelf dat wel wat mooie trails heb. Dus voilà. Daarmee, fijn dat jullie er zijn. Vergeet zeker niet even te liken, vergeet zeker niet even te abonneren als je dat nu niet hebt gedaan. Vandaag weer een drukke dag. Ik moet vandaag ook een video nog editen. En dan gaan we naar Nolwenn. Straks. Dus ik heb de auto hier al gezet om alles mee te nemen. En ja, dan neem ik jullie gewoon vandaag weer mee doorheen mijn dag. Fijn dat jullie hier zijn. Like even en we gaan richting de 1280 subs. Dus fucking nice om te zien. Merci aan iedereen die erbij is gekomen. En we gaan nog verder knallen. Let's go. Eerst beginnen met de schoenen. Oké, dames en heren, ik heb hier mijn kussen meegepakt. Ik heb mijn trailrunning schoen hier nog ingestoken om te gaan lopen. Dat zijn de skibotten die ik, mijn stiefvader zijn, oude skibotten die ik kan meenemen. En dan heb ik in deze rugzak ook nog eten zitten en zo dat we kunnen meenemen. Zo peperkoek en gewoon een paar ontbijtjes voor mij, dus havermout. En dan heb ik daar nog zo van die energy fruits ingestoken, omdat die rugzak, daar zit mijn elektronica in, laptop, lader, zo van die dingen. En dat heb ik nog straks ook nodig, want ik moet natuurlijk nog editen. Dus dat heb ik allemaal mee. Het enige wat ik nu nog moet meenemen is mijn gewone loopschoenen voor nog te gaan lopen. Ik heb die allemaal gekuist, dus zoals je ziet zijn ze weer mooi wit, deze ook. En de trailrunning schoenen zijn ook terug proper. Ik heb dat gedaan met dat baksje. Dan ga ik dat even nog hier wegleggen voor mama, want ik heb dat hier allemaal uitgehaald. Dus even nog opruimen en dan zijn we. Stop ik mijn grief in de auto en dan kunnen we voort naar Denderleeuw. En dan heb ik alles normaal gezien mee wat ik moet mee hebben voor de skireis. Dus ze hadden ook gezegd om stapschoenen mee te nemen, maar op zich heb ik dat niet echt nodig, want ik heb dus die trailrunning schoenen. Ik heb gezien dat het niet zo super koud gaat zijn in het dorpje waar dat we zitten, dus dat zou normaal wel genoeg moeten zijn. Dus alles in de auto steken en dan kunnen we vertrekken. Let's go. Merci iedereen om te kijken naar de vlog. Al op mijn grief staan.